vlak. El Atsouci. Die kan voetballen. Veendorp. En dit is een goed schot. Garsouche. En ze winnen. Druk coachend langs de lijn. Veldmaten. Oeh. Veldmaten met een duur foutje. Want het is 0-1 van Landschoot. Nummer 10 van het seizoen. Een van de beste spelers van Helmond Sport. En zo komt Helmond Sport in blessuretijd van de eerste helft op een 0-1 voorsprong. Vrije trap snel genomen door Asenoen. Gassous. En de bal door alles en iedereen gemist aan de zijde van Helmond Sport. Niet door Gassous en Havenkotter. Gassous legt hem terug. Nou, schieten. Wordt van richting veranderd in Havenkotter. Schot was van Mendes. Tufiki. Doelman blijft staan bij de tweede paal. Is hem dat? Ja! Het is Araujo. Centrale verdediger. En weer scoort Emma uit een hoekschop. En hij doet het. Araujo. En de opluchting bij Lukien. Eindelijk, maar toch. Is hier de goal voor Emmen. Araujo lekker binnengeknikt. Sterk van de centrale verdediger. Doelman kansloos. En zo staat het 1-1. De Vieze leidt balverlies. Minuut 87. En Emmen wordt naar voren geschreeuwd door het thuispubliek. Komt hij daaraan? Kuus nu? Nee. Rijdt. Dit is een overtreding. Nee, bal gespeeld. Zo. Daarom werd hij natuurlijk gebracht voor Bastiaans weer. Deze Breugelmans heeft een goede bal. Rijdt nou bij de tweede paal van Landschoot. Hij doet het weer. Het is 1-2. En weer in blessuretijd. Oh, 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 oh. 1-2. Wat is dit een rare wedstrijd, zeg. Maar dit maakt voetbal leuk. Ja, ik vind het een overtreding. Scheidsrechter niet en die gaat erover. Rijdt, voordeelregel toegepast. En dan Van Landschoot met zijn tweede. Wat een sensatie op dinsdagavond in de keukenkampioendivisie. En Van Landschoot is de man van de wedstrijd.